Vaco Gamers, Lassie hier. Welkom terug bij meer GTA 5 hier op Vaco Games. De vorige keer was Franklin een good guy. Hij heeft de gozer geholpen met het terugvinden van zijn motor. En ik heb de auto van die gozer ook maar eventjes geleend. Dat mag natuurlijk vast wel, hè. Ik bedoel, als ik zijn motor terugbreng, dan mag ik vast zijn auto ook wel even lenen. Dat is helemaal zoals het hoort en helemaal zoals ik het verwacht. We gaan vandaag een Strangers and Freaks missie doen. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik wil die ergens hier in deze villa-wijk gaan doen. En ik hoop dat ik hem kan vinden. Want hij stond hier wel ergens op de kaart. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat de missies die op de kaart staan spontaan verdwijnen. Oh, waar kom jij nou vandaan? Ik kwam van rechts, buddy. Die gasten moeten echt eens een keer de verkeersregels gaan leren. De Vaco verkeersregels. Hallo. Wat is hier nou weer aan de hand? Hallo? Hebben we ruzie? Hij, blijkbaar. Hoi. Oké, stap in. Nou, stap in. Kom op. Leuk huisje, gozer. Nou, kom op. Ga mee. Tuurlijk, ja. Franklin Taxi Service, at your dienst. Hoppa. Nou, dan mag ze het zelf op gaan kruimen. Oké, is goed. Hou je mond nog maar dicht. Ik rij gewoon die kant op. Bob. Fidel? Oh shit, we hebben Fidel Castro in de auto. Careful, dan moet je niet bij Franklin in de auto gaan stappen, buddy. Franklin is alles behalve careful in zijn auto. En het is zijn auto toch niet, dus wat maakt het uit? En dat is niet zo? Ja, dus. Nou, blijkbaar wel, hè? I have a very strict code. Only on out-of-town trips, no real names, a dead trail. Maar blijkbaar heeft ze toch in de gaten gehad, gozer. Maybe in the last century it was, yeah. So. Good like that. Nou, ga lekker golfen, gast. Ja hoor. Leuke golfclub. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Okay. Castro will soon be available to play golf. Wow, 80 hele dollars. Dit, is echt te veel, Castro. Zoveel had je echt niet moeten geven. Dat is echt allemaal zonde. 80 hele dollars. Wauw. Daar kan ik wel een ijsje verkopen, Castro. Dat is echt zo ontiegelijk dankbaar voor Becky hiervoor. Kan ik het hele stuk weer terugrijden naar die Strangers and Freaks missie. Echt dankjewel. Weten we zeker dat Castro de freak niet was? Oh. Ja, toet. Ja, toet. Ik weet het. Jullie zijn hier nog steeds midden op de weg, stil. Zet je wapkezen. Ik ga gewoon deze kant op. Dat is veel sneller. Woehoe. Zo. Dan gaan we hier naar links. Ja, tut tut. Waarom toet het iedereen toch de hele tijd na me? Zijn ze gewoon zo dom dat ze alleen maar denken van dat ik me daar wat van aan ga trekken? Of herkennen ze me? Of vinden ze het gewoon niet leuk dat ik over de stoep rij en al hun borden van hun belastingsgeld omver kar? Dat kan natuurlijk ook. Op zich wel een goede reden. Ik ga hier gewoon via de trap. Schijt dan. Huppakee. Au, dat gaat niet. Dan maar niet via de trap. Dan maar via de vuilnisbak. Zo. Kom on. Yo. Het zit beneden. Geweldig. Wat is daar nou weer aan de hand? Vuurwerk? Zucht. Wat is hier aan de hand? Moet Franklin het weer oplossen? Ik zie een motor. Ik haat motoren. Zo, unarmed. Anders wordt hij zo meteen chagrijnig op me. Hallo. Wat is het, gozer? Oh, ben jij het? Hoi. Hallo. Ik ben geen beroemdheid, hoor. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck are you talking about? Oh, hey, look. Waar is dat nou over? Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. Verkeerde gozer, Pipo. Like me walking in Vine, would you think he Clay PG sellout? You
bitch ass punk motherfucker. Oh shit, man. Oh hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know. I mean, je hebt geen contactlens in, maar wel een camera van 100.000 euro voor je kop. Like gangster rap. Yo, sup? Ik doe geen gangster rap. He's gay or not, man. The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, of celebrities. Maar hij wat lult die gozer over? He says he's a killer and a murderer. Kan iemand die pet van hem in zijn mond stoppen en heel hard dicht trekken? Like show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care? Oh, moet ik het weer op gaan lossen? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Hey, zullen we vriendelijk blijven tegen elkaar? Nergens voor nodig tegen scheld. Oh my god, it's Miranda. Miranda, wie? I love you, Miranda. Come on. Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan. Crush the fucking megastar. No, leave me out your shit, man. Oh no. We can make boku bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muff and we are in the money, man. In the money, bro. Come on. Okay, geld is altijd goed. What the fuck is wrong with me? Laat me raden, ik mag weer gaan rijden, zeker. You drive, I'll get the shot. Ja, zo'n idee had ik al, ja. Waarom is het niet dat jij rijdt en dat ik een shot moet krijgen? Drive alongside Miranda's car. Wat zo? Hij gaat lekker zo. Nou, kom dan. Schiet dan foto's, dat was toch de bedoeling? Hoppa, gaat wel lekker. Silicone slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. Nou, come on. Oh, man. Zo rijk en dan geen limousine met geblindeerde ramen. Ik geloof er geen flikken van. I love her. You're a fucking hoppa. Foto's overal. Ik hoop dat er een money shot tussen zit. She still looks too good. I want the prisoner of war shot. That's where the big zeros are. Kom op, neem dan een foto in plaats van naar je foto's te gaan kijken. Oh shit, dan gaan ze hard hoor, kom hier. Ze heeft waarschijnlijk gewoon een onderbroek aan hoor. Oh, nog meer. Hoi gozer. Komt er nog eentje bij. Nou, hij gaat voorlopig een heel stuk sneller hoor. Stop de rival paparazzo. Oké. Maar dan moeten we wel sneller rijden, want dit wordt niks. Stay on that bastard. Oh, zo gaat hij lekker. Die, you sick bastard. Waar is hij nou? Oh, wacht, we hebben natuurlijk Franklin. We hebben een special ability. Kom op, rijden. Vultures, all of you. She is an angel. Bam! Recht voor zijn bakkes. Bam! Lekker voor je. Waar gaan we naartoe dan? Take Beverly to his next stakeout. Oh. Heet die gozer serieus Beverly? Wat is dat voor wijvennaam? Beverly Hill Cops. En daar mogen we zeker al die zooi dumpen. Wow, zo, ik ga wel vaker rondjes met je rijden als ik een fiets mag houden. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. Okay. Don't ruin the vibe. Zo, zijn we er? I think I got a decent shot of Miranda back there. Right, hoop het ook voor je. Been an education, dawg. Look, ik hoop dat ik er ook wel geld voor krijg. Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins muff hanging or is she getting banged out by some second-rate director. They need to... Oh ja, als mensen het willen zien, waarom niet, hè? Gewoon in het blaadje. Come by the manor next week. Continue the search for the truth. Welke manner? Oh, I'm waiting for you, homie. Oh, dat is goed, homie. Zet in ieder geval die pet op een goede manier op je hoofd. Dan ziet hij echt niet uit. New contact, Beverly. Mission paused. Paparazzo. 3 perfecte foto's. Oké. Completion is silver. I'll fucking take it. Silver is goed genoeg voor mij. Dan heb je dit moment. Ho. Normaal gesproken zou ik zoiets hebben van, oké, is niet goed genoeg, want we hebben ook een paar keer goud gehad de afgelopen tijd.
Dus ik wil nu meer goud. Ik ben on the quest for gold, ben ik. Vaco Gamers, ik ga jullie vragen om een goed duimpje te doen als je dat nog niet gedaan hebt. Heel veel van jullie die knallen gewoon dan lekker een like op de video's zodra ze hem openen. Dat is echt super tof aan ze. Wat dat betekent dat je het niet meer kan vergeten en dat je mij ook eens even ontzettend aan het helpen bent. Ik zie jullie in ieder geval de volgende keer weer terug hier bij meer GTA 5. Hier bij meer Franklin. Ja, ik heb al te veel goede daden gedaan en het levert nooit wat op. Dus dat gaan we deze keer niet meer doen. Ik zie jullie de volgende keer terug bij GTA 5. Hier op Vacuum Games. Mazzel!